Nou ja, nogmaals, ik doe het niet om de vele nieuwe aanmeldingen of de weinige afmeldingen. Ik doe het uiteindelijk voor het belang van het zorgstelsel dat we hebben. Het begon allemaal met een open brief van directeur Ome in de Telegraaf van mei dit jaar. Hierin liet hij zich uit over het machtsmisbruik van de verzekeraars als Achmea, VGZ, CZ en Menzis. En dat het schrappen van de vrije artsenkeuze het solidaire zorgstelsel om zeep helpt. Als je de macht eenzijdig neerlegt bij één hele kleine partij, het zijn wel grote partijen, maar het zijn maar vier grote verzekeraars die meer dan 90% van de markt hebben. Als je daar alle macht neerlegt, dan verstoor je het systeem zodanig, zodat iedereen zal zeggen, nou, als daar alle macht ligt, als we het aan hen allemaal moeten overlaten, dan kunnen we net zo goed gelijk allemaal van die vier grote verzekeraars er ook één maken. En dan hebben we een nationaal systeem van gezondheidszorg, waarin eigenlijk niemand meer erg veel moeite hoeft te doen om te excelleren. Als reactie op de open brief reageerde de voorzitter van de brancheclub, André Rauwvoet. Rauwvoet was niet gediend van het gedrag van de kleine verzekeraar en stuurde de brief ook naar de Raad van Commissarissen van DSW. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat al mijn andere collega's het ter discussie willen stellen dat ik de leiding heb binnen de DSW. Maar alle media-aandacht heeft DSW geen windeieren gelegd. Nauwelijks afmeldingen en heel veel nieuwe aanmeldingen. Wat ik bereikt heb, weet ik nog niet. Wat ik hoop te bereiken is in ieder geval een stelsel waarin balans is. Er een balans is tussen verzekeraars, verzekerden en zorgverleners die elkaar scherp houden, zodat we op een zo betaalbaar mogelijke wijze zo goed mogelijke zorg hebben.